Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe en ook de laatste aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Nou, of je nu op Spotify, Apple Podcasts of YouTube aan het kijken bent, dankjewel voor het volgen het afgelopen jaar. Ben je nog niet geabonneerd? Nou, doe dat meteen eventjes op de button. Ja, dus klik op subscribe, klik op abonnee. En dan weet je zeker dat je ook volgend jaar al onze afleveringen gaat volgen. Nou, even met de deur in huis te vallen. Afgelopen jaar we hebben 35 uur aan podcast en video gemaakt. En als ik alle kanalen bij elkaar optel, dan zitten we al om en nabij de 1000 volgers. Ja, is natuurlijk fantastisch als je kijkt wat we dan in een jaar tijd hebben weten te bereiken met z'n allen. En ik bedoel het ook echt met z'n allen. Tuurlijk, ik ben de host, maar zonder gasten zit je als host ook maar voor je uit te kijken. Ja, en zonder kijkers en luisteraars heeft de host ook geen podium voor de mensen die zijn of haar verhaal interessant vinden en daar iets mee kunnen doen. Dus we doen het met z'n allen. Ik ben er trots op wat we hebben bereikt. Ja, in een jaar tijd waarin heel veel dingen niet vanzelfsprekend waren. Ja, het is een jaar geweest waarin ik letterlijk op een zolderkamertje ben begonnen. Regelmatig bij bedrijven op locatie de podcastopname deed. Denk aan Arie van Inge. Uiteindelijk kwam het besef van shit man, weet je wel, het is leuk dit, het slaat aan, het is interessant. Nou, toen zijn we wat meer gaan investeren in een eigen studio, wat betere equipment, dat geluid net wat beter werd. Nou, toen kwam corona, ja, toen hebben we maar met Google Hangouts een aantal hele mooie gesprekken. Nou, dan denk ik aan Marten Kruijf en Jeroen Verbrugge als voorbeeld. Zijn we op gaan nemen en ook dat, dan moet je erheen gaan met z'n allen. En nou, het heeft uiteindelijk geresulteerd in 25 mooie gesprekken. Waar ik heel erg dankbaar voor ben. Maar ook trots op ben dat we die hebben kunnen hebben afgelopen jaar. En we gaan in 2021 uiteraard gewoon door. Want the show must go on. Ja, ik zat net in de auto. Het is nu 24 december. Voor de mensen die het later kijken. Ergens in de zomer. Nou, er zijn kerstlampjes achter mij. Want het is vandaag 24 december in de ochtend. En top 4000 van Radio 10 stond op en toen kwam nummertje 93, The Show Must Go On van Queen. En ja, dat is wel waar het om draait. En iedereen mag daar zijn eigen perceptie aan geven, maar de show gaat wel altijd door. En soms is de show niet de show die je verwacht had. Ja, ik denk dat niemand 2020 had verwacht zoals hij nu is. En ook 2021 zal weer anders lopen als dat we verwachten. Maar de show gaat door en als je daaromheen jezelf kunt aanpassen, energiek en gemotiveerd blijft en je blijft omringen met mensen die dat teruggeven aan je, waar je iets aan kunt geven, maar ook teruggeven, ja, dan maakt het ook op zich niet zo heel veel uit hoe die show eruit ziet, want jij bepaalt de show en die show gaat wel door. Ja, dus ik denk dat dat voor 2020 voor mij persoonlijk de grootste les is geweest, maar ook gewoon wel kicken dat we ondanks het gekke jaar, ik heb een aantal interim opdrachten waar ik echt ontzettend druk mee ben geweest, toch met Six Star Leadership deze mooie dingen hebben kunnen doen. Ik heb ook meerdere winacties gedaan het afgelopen jaar. En de laatste winactie is van Michiel van der Pols. Vaste luisteraars denken, hey, Michiel van der Pols, die ken ik. Michiel van der Pols heeft het boek geschreven De Doorbraak. De weg terug naar jezelf. En Michiel die is volgens mij in februari of maart uit mijn hoofd een van de eerste. Is hier als gast geweest bij de Six Star Leadership Podcast. Ik ben destijds bij hem op locatie geweest. Dat was ook hilarisch trouwens. Hij heeft er een hele grote villa waar hij ook zijn doorbraakcoachingen doet. En dat was best spannend, want dat was een van de eerste afleveringen. Dus ik loop vanaf Centraal Station in Rotterdam loop ik naar zijn kantoorvilla toe. En fantastische plek. Dus je loopt letterlijk vanaf het Centraal Station van Rotterdam, loop je denk ik 400-500 meter aan de achterkant eruit. En je loopt rechtstreeks naar het kantoor toe en dus ik kom binnen daar. Ja, hoe neem je op dan? Ja, met mijn microfoon. Oh ja, oké, okay, waar is die dan? Shit. Dus ik had mijn microfoon op het Centraal Station van Rotterdam laten liggen. Ik teruggerend. Fuck, weet je wel. Snel teruggerend. Terug naar de villa toe. Het werd in één keer warm. Ja, super warm daar. En ja, uiteindelijk hebben we wel een heel mooi gesprek opgenomen. En ja, dat zijn die kleine dingen waar je dan in zo'n jaar tegenaan loopt van. Fuck, camera vergeten. Ik heb één keer gehad dat ik opgenomen had, dacht ik. Alleen toen was de opname afgelopen. Toen drukte ik hem uit en toen ging die video dus aan. Shit, opname mislukt. Nou, gast nog een keer terug laten komen.
Ik heb één keer gehad dat ik een mooi nieuw cameraatje had gekocht. Had ik ook hier in de studio. Dat was een van de heetste dagen van het jaar. Nou, alles opgenomen, gesprek van 1,5 uur. En bleek de camera door de hitte vastgeslagen te zijn. Had ik hem moeten koelen, stond later in het boekje. Wist ik niet. Allemaal van dat soort dingen maak je in een jaar tijd mee. En dat gebeurt allemaal aan de achterkant. Ondertussen heb je natuurlijk wel al gepost. Volgende week dinsdag komt online die en die. Nou, is je video mislukt. Moet je met een hoop kunsten nog een keer een gesprek op gaan nemen. Ja, en dat... Dat geeft wel heel veel veerkracht als je dan uiteindelijk daar doorheen gaat, niet bij de pakken neer gaat zetten. Met geluk van gasten die ook flexibel zijn. Dan kom je een heel eind. Ja, dus dat is heel erg mooi. In ieder geval de doorbraak van Michiel van der Pols. Michiel heeft ondertussen zijn boek dus wel af en ik mag 2 boeken weggeven. Ik geef ze weg aan mensen die op mijn e-maillijst staan. De e-maillijst vind je in de beschrijving van de podcast, in de beschrijving van YouTube. Kijk hem ook onderaan in de post waar je deze ziet. Dan zul je ongetwijfeld dat gaan vinden. Dus 2 keer de doorbraak geef ik weg. Zal op het einde van het jaar zijn. We hebben nog een weekje of misschien begin januari. Even kijken wat het beste uit gaat komen. Nou goed, de laatste podcast van dit jaar ben ik de gast bij Omroep V. Een van de meest gestelde vragen het afgelopen jaar was eigenlijk... Goh Patrick, je kunt echt supergoed luisteren, maar we zouden ook eens wat meer van jou willen weten. Ja, dat weet ik. En in 2021 denk ik ook dat ik wat vaker zelf wat dingen ga delen. En daar ook misschien een vraag en antwoord, een Q&A-achtige omgeving om creëer. Waarin ik vragen ga beantwoorden van luisteraars. Maar ik ben te gast geweest bij Omroep V, bij Ivo Recour en... Omroep V is het voormalige veteranenradio en ze hebben een serie, De Frontlinie heet dat. En De Frontlinie gaat over mensen die op uitzendingen zijn geweest en uiteindelijk in de burgermaatschappij hun draai hebben gevonden. En in De Frontlinie praat Ivo met mensen over hun ervaringen tijdens die uitzendingen en wat ze uiteindelijk nu aan het doen zijn. Ja, dus ik heb daar bijna een uur gesproken met Ivo. Is denk ik een mooi gesprek geworden. En ook voor de mensen die graag willen weten. Van goh Patrick, vertel eens wat meer over jezelf. Dat was ook mijn motivatie om dit gesprek ook op dit kanaal te plaatsen. Ja, dus een mooi gesprek om het jaar mee af te sluiten wat mij betreft. En volgend jaar gaan we gewoon weer door waar we gebleven waren. We zullen iets meer de businesskant gaan aanraken. Of minder de veteranenkant. Want uiteindelijk willen wij met Sexual Leadership de verbinding maken tussen... Defensie en het bedrijfsleven. En ik ga in 2021 wat meer op zoek naar de ondernemer dan wel de CEO in een groot bedrijf. Misschien wel de directeur van een non-profit organisatie die nu ergens in een verre oord bepaalde projecten aan de managers. En wat dan de militaire achtergrond van deze persoon heeft betekend voor het werk wat ze nu aan het doen zijn. Ja, dus daar kijk ik ontzettend naar uit. Het zal weer een hele mooie mix gaan worden, dus blijf ons volgen. Volg je ons nog niet? Nou, voeg je bij een van de 1000 mensen die ons al volgen op YouTube, dan wel op Spotify, dan wel op Apple Podcasts, dan wel op de e-mail subscribe lijst, dan blijf je op de hoogte. En dan delen we ook vaak gratis content en winacties, wat altijd goed is om te ontvangen, lijkt mij. Nou, tot zover. We gaan naar het gesprek. Ik wens jou veel luisterplezier, veel kijkplezier. Bovenal een heel mooi 2021. Zie je dit gesprek pas in 2021 of later, dan wens ik jou een hele mooie toekomst. Ja, want dan zit ik altijd veilig met de gelukswensen. Ja, tot zover. En ik zeg Patrick hier. Ik zeg veel plezier. Ik zeg einde bericht. Welkom bij De Frontlinie. Een podcast waarin ik, Ivo Recour, op zoek ga naar de vraag... wat heeft de uitzending hier gebracht? In deze aflevering ga ik in gesprek met veteraan Patrick Koopmans. Patrick is werkzaam bij DPG Media en eigenaar van Six Star Leadership. Hij vertelt meer over zijn uitzendingen en wat het hem gebracht heeft tot de persoon die hij vandaag is. Patrick, welkom bij onze podcast. Leuk dat je er bent, man. Ja, leuk Ivo. Dank wel voor de uitnodiging. Ja, het is weer even geleden dat we elkaar gezien hebben. Ja, dat was was februari, maart denk ik. Hè? Ja, 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 er is inmiddels veel gebeurd. We zijn hier op een hele mooie locatie. Ja. Je ziet ook een mooie schilderij op de achtergrond. De Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier is het voor mij ooit begonnen. Ja. In 97. Ja. Ja. We zijn hier bij toeval beland vandaag.
En ik belde je op. Jij zei, yes, onze oude kazerne. Ja. We zijn allebei hier opgeleid. Ja. Wanneer was je hier voor het eerst? Voor het eerst? Nou, ik ben in 97, in april 97 opgekomen in Oorschot. En drie maandjes later, functieopleiding Lader Leopard 2. Dus dat is in de zomer van 1997. Echt een tanker. Toen gingen we hier op de ultramoderne kanonsimulators gingen wij granaten erin leren rammen zo snel mogelijk. Ja. Wat gaaf. Ja. Ja. Zie je jouw roots ook, deze kazerne? Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb hier later ook nog de verkennisopleiding gevolgd in 2003. Ja. Jou ook niet onbekend. Nee. Ik heb nog een tijdje inwerktraject gehad voor SV3 destijds. Of SV5, daar zullen we misschien nog wel over hebben zo meteen. Ja, en zeker. En dat was samen met 101 Tankbataljon. Die zaten hier destijds om de hoek op de Diemelijnkazerne. Dus ja, dat is wel mooi om hier weer rond te rijden deze ochtend. Patrick, als de mensen nu luisteren, waar zouden wij jou nou voor moeten kennen? Mij van moeten kennen? Ja. Of vanuit mijn actieve diensttijd. Ja. Want ik heb natuurlijk van 97 tot 2008 bij diverse eenheden gezeten en ook drie keer op uitzending geweest. Of van mijn huidige werk bij DPG Media, waar ik interim management opdrachten voor doe. Dus er zit ook een groot bedrijf, dus er zullen misschien wat luisteraars zijn die er nu naar luisteren. Of van Sixta Leadership. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat is natuurlijk mijn eigen podcast waarin ik ook de verbinding maak tussen defensie en het bedrijfsleven. Dus ik denk dat er ook wel wat luisteraars zijn wie dat bekend in de oren klinkt. Ik denk dat mensen dat zeker wel... Ken jij het? Ik ken het zeker. Ik heb in jouw podcast gezeten. Ja, ja, ja. Dus op vele vlakken wel actief inderdaad. Ja. Ja. Laten we eens kijken. Even een notendop. Heb je net verteld wat je gedaan hebt in je militaire carrière? Laten we daar eens op terugblikken. Wat was je eerste uitzending? SV5 in 1998. Ja, dat was naar Bosnië dan. Vanuit het nadetachement van 11 Tank. Die zijn toen met SV3 op uitzending geweest. Ik kwam toen net de functieopleiding uit vanuit Amersfoort. 10 oktober 1997 kwam ik de eerste keer op de kazerne in Oorschot binnenwandelen bij de sectie 1. Ja. Destijds nog tegenover de Ruif voor de kennis. Ja. En, Ruif dus, was de... De bar van de bataljonsbar van 11 Tankbataljon en die mooie oude huisjes die je toen nog had in Oorschot, heel erg mooi. En wij zijn toen eigenlijk meteen klaargestoomd voor SV5 als nadetachement. Dus we zijn toen bij het 17e geplaatst, bij het Bravo Team en uiteindelijk in Knezevo beland. Skender Vakuf was de Bosniak naam, zeg maar. Ja, en dat, is, dat was mijn eerste uitzending. Ja. Ja. Hoe heb je die ervaren? Hoe ben je daaruit gekomen? Dat was bijzonder. Ja. Kijk, voor mij was dat de eerste keer dat ik... je hebt als jongetje heb je een beeld bij van defensie. Uiteindelijk, ik was een jongen die altijd al veel buiten was. Vanuit mijn jeugd altijd was je van, ooit politie of bij het leger, boswachter, metselaar, dat waren een beetje de vier. Boswachter? Ja, of metselaar, ja, serieus. Dat waren een beetje mijn droom waar ik als kindje ook tekeningen van maakte. En uiteindelijk de keus gemaakt om dan defensie in te gaan. Ja, als je dan op je 19e voor de eerste keer ook in een vliegtuig stapt. Ryanair bestond toen nog niet, low budget. Het vliegen was wel bijzonder in die tijd nog. Je belandt in Split, je rijdt de bergen in, je ziet de sneeuw, je ziet de kinderen lopen en op slippertjes. Iedere man, voor mijn gevoel, liep er in een Eurosport trainingspak rond in die tijd. Mm-hmm. Bijzonder. Ja, en dan beland je daar op die berg daar in midden in Bosnië. Waar de post plotseling een week langer duurt, waar je via een satelliettelefoon één keer de week naar huis mag bellen. Ja, hoop gebeurt, weet je wel. En het is echt niet zo dat de meest gewelddadige uitzending, of wat dat betreft, is ooit geweest. Want ik heb daarna nog wel andere uitzendingen meegemaakt. Ja. Maar het maakt impact op je als je als zo'n jonge jongen zo'n reis mag maken. En voor de eerste keer voor een lange periode met een groep mensen samen een klus moet klaren in een gebied waar je eigenlijk op elkaar aangewezen bent. Ja, ja, dat is wel fantastisch mooi. En dat heeft me echt wel heel veel energie gegeven voor de jaren daarna ook. Ja. Wat heb je het mooi omschreven? Want ik zit te luisteren naar je en ik hoor echt ook die details. En ik ben zelf van een paar SV eerder, SV 2. En wat mij ook heel erg gegrepen heeft, inderdaad, het arme gedeelte van de uitzending. Hè, mm-hmm. We zagen natuurlijk heel veel armoede, heel veel kinderen op slippers, heel veel mensen met weinig zaken omdat er oorlog was geweest. En natuurlijk, hoe oud was jij toen? Ik was 19. 19 jaar. Ja. Hoe heb je dat als 19-jarige ervaren?
Hoe kwam dat in jou naar binnen? Nou, ik denk op dat moment ben je daar niet zo bewust mee bezig. Of al spreek ik voor mezelf. Kijk, de jaren daarna ga je pas terugdenken aan dat je daar op die berg zat. Die kacheltjes die rookten. Die sneeuw die je in Nederland niet zag. Ja. Die gasvrijheid van die mensen. Maar tegelijkertijd ook dat je... Wij moesten toen weaponsites gaan controleren bijvoorbeeld. We moesten roadblocks op gaan zetten voor wapensmokkel. En ja goed, een weaponsite is eigenlijk een soort van kazerne waar wapens en munitie ligt. Ja. Wij zaten een Servisch gedeelte van de Bosnische Republiek. Ja, daar liepen gewoon mannen rond die wel wat hadden gedaan in de oorlog, zal ik maar zeggen. En dan stonden wij er met ons viertonnetje als een steltje broekies. Daar gingen wij hun wapens stellen. Dus die gassen die schoven gewoon landmijnen, antitankmijnen in de gang. Ja. Om ons ook een beetje... Te foppen. Een beetje te intimideren, zeg maar. En op dat moment denk je er niet zo over na. Maar als je dan thuis bent en je bent er in je normale omgeving... dan ging ik pas echt een plaatje geven aan datgene wat ik eigenlijk gezien en meegemaakt had. Mm. En dan merk je wel dat er in de wereld veel meer gebeurt om je heen... dan dat je misschien ooit beseft hebt. En dat heeft voor mij wel echt mijn ogen geopend om de wereld beter te willen gaan begrijpen. Dan is die uitzending zeker een aandeling gehad. Ja. Ja, ik merk het ook aan hoe je het ook vertelt, hè? Want je zei, je stond daar met een viertonner als een broekie. Voelde je toen een broekie? Of is dat gewoon wat je nu zo beleeft uit die tijd? Daar ben ik gewoon benieuwd. Nou, je bent wel een broekie, ja. Ik heb dat ook wel zo gevoeld. Kijk, als jij als Menneke van 19 en mijn luitenant, de PC, luitenant Wanders was aan die tijd, die was 23. Hmm. Die vond ik al oud. Jongens, we hebben het over, hè? Ja. Je staat tegenover mannen van 50, 55 jaar die net 20 jaar hebben lang lopen knokken voor een stukje terrein. Ja, dan voel je je wel, dan ben je wel nederig. En die nederigheid heeft nooit plaatsgemaakt voor angst of voor onderdanigheid naar die gasten toe. Want we hadden echt wel een taak en dat werd ook echt wel uitgevoerd. Maar we waren toen ook wel in het overgangsleger van, ja, je was net geen dienstplichtig leger meer. En dus het was ook nog wel van, ja, wij waren tankers. We werden infanterie, patrouilles werden wij ingezet. Mm-hmm. Ja, ik wist nog niet hoe ik mijn Dimaco C7 destijds echt moet vasthouden. Ja, volgens mij liepen we toen aan de schouder. Was gewoon een halve gitaar, weet je wel. Ja, dat zeiden we wel eens. Kijk, en als je dan terugdenkt van ja, we waren eigenlijk heel goed bezig. Maar we waren nog niet de militairen die we jaren later zouden worden. Ik vind dat jij dat wel zo omschrijft, heb ik dat zelf ook wel eens bedacht van... Maar die gitaar. Die gitaar en niet. Dat vond ik wel een mooie metafoor. Maar dat we vroeger de eerdere uitzendingen anders ingingen dan de latere uitzending, waar we zo meteen ook op terug zullen komen. Ja. En dat was natuurlijk ook gewoon helemaal door die omschakeling van de dienstplicht naar het beroepsleger. Ja. Die wij dan beide hebben ervaren. Ja, en iets wat ik nog wel even van die uitzending... Kijk, we leven nu ook wel in een tijd van regeltjes, et cetera, allemaal. Mm-hmm. Ook binnen defensie, veiligheid. En dat is ook goed, want dan voorkom je ook dingen die in het verleden gebeurd zijn. Maar als wij toen op een schietserie gingen in Bosnië, mm-hmm. Ja, daar werd er een zooi munitie in de viertonnen gegooid. Slaapzakjes gingen erop en we sliepen met 3 man achter op die munitie. En we kachelden daardoor door de bergen heen. Ja, dat kun je het natuurlijk niet meer voorstellen. Maar in die tijd was dat wel hoe je met elkaar daar leefde. Ja, de webhandeling en de veiligheids... Dat was heel anders. Was heel anders destijds. Dat is later heb ik ervaren toen ook in Afghanistan dat het juist weer wel zo ging. Hier en daar waren natuurlijk uitzonderingen. Die uitzending heeft veel indruk op je gemaakt, merk ik. Ja. Wanneer was je tweede uitzending? SV-13, zoals 2002 was dat. Wederom als tankpeloton geplaatst bij het 17e. Ja. Was Bugonjo-Suica, was dat gebied. Hele andere uitzending. Sowieso ander gebied, was Kroatisch gebied. Ja. Niet dat dat verschil maakt, maar andere omgeving. Ja, was leuk. Die andere was ook leuk, maar dit was vooral veel kilometers maken met MB'tjes, patrouilles rijden, groot gebied. Mooi weer, was mooi, weet je wel. We hebben net andersom. Ik was in SV2, daarna ben jij gekomen. En in SV13 zaten jullie in Bugonjo en ik kwam in SV14 binnen. Ja. Dus we hebben allebei dezelfde beleving gehad in een bepaald gebied. Alleen, ik kan niet in jouw hoofd kijken hoe jij die hebt ervaren. Nee. SV5, SV13. Wat zit daar voor verschil tussen? Voor jou? SV5 was ik huzaar. Ik was toen lader van de Leopard. Dus met wachtmeester Berendonk, Raymond, die was de tankcommandant OPC ook. Ja,
echt pak, zeg maar. Ja. Als je nou luistert dan... Ja, nee, ik heb af en toe eens contact met hem. Dus dat is, dat is een fantastische tijd gehad. SV13 was ik corporaal. En toen was ik ook, zeg maar, binnen die setting van, zeg maar, het peloton, was ik ook plaatsvervangend groepscommandant. Dus dan ging ik ook mijn eerste eigen opdrachten uitvoeren met 2 MB'tjes, 4-5 kerels mee. Zelf de patrouilles uitvoeren, patrouilleverslagen schrijven, dat soort dingen allemaal. Dat kwam er ook bij kijken. Dus dat was wel... Dat vond mijn ego ook heel erg leuk dat ik die dingen mocht gaan doen plotseling. Ja, ja, en ik zelf ook uiteraard. Ik zie je ook helemaal oplichten. Ja, ja, ja. Waarom vond je dat dan zo fijn, als je dan zo teruggaat in die periode? Je was eerst huzaar, je moest het nog leren. En nu was je op een uitzending en kreeg je verantwoordelijkheid. Wat vond je er fijn aan? Nou, ik vind het tot op de dag van vandaag, en toen ook al, eigenlijk mijn hele leven al, vind ik het fijn en vind ik het leuk om ergens de leiding in te nemen en dan met een groep mensen iets creëren en bereiken. Kijk, ja. Maar zoals in ieder bedrijf zul je eerst je strepen moeten verdienen, letterlijk. Bij Defensie is dat letterlijk, maar ik denk dat dat overal zo is. Je moet eerst laten zien wie je bent, wat je kunt. En dan moet je het gaan doen. Kijk, en die SV5-uitzending was voor mij ook zoiets van, nou, je bent pas net binnen dit bedrijf, nog heel veel leren, laat het zien. En met SV13 kreeg ik de kans om meer te gaan doen wat er ook waarschijnlijk al bij mij als potentie in zat. En dat kwam mooi samen de eerste keer. Zagen ze dat al in jou? Werd dat al... bij jou verteld? Weet ik niet, door kaderleden. Nooit gevraagd, maar ik denk wel, op het moment dat je ergens een kans voor krijgt, dan ontstaat het omdat de mensen om je heen er ook wel iets van zien, denk ik. Ja. Zeker bij Defensie. Ja, ja, en ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, die kans dien je ook zelf te nemen. Dus als je de ervaring kan opdoen, in dit geval als corporaal, als plaatsvervanger, patrouilles leiden, want normaal onderofficieren verrichten. Dat is wel mooi natuurlijk dat je die verantwoordelijkheid hebt gekregen destijds. Ja. Gevoelsmatig, SV5, SV13, wat zie je daar in aan verschillen? Hoe heb je welk aspect? Nou, als je kijkt naar SV5, daar kom je binnen als huzaar, dan ben je nog zoekende, ben je nog niet ervaren. En een aantal jaren verder ga je dan nogmaals op uitzending, een relatief veilige uitzending. Ik denk dat het grootste verschil is de technologie die er toen al was. Kijk, toen wij in SV5 hadden wij wel wat aanslagen. We hadden een keer een granaat over het hek gegooid of iets dergelijks. Dus, en er gebeurde wel eens wat. Zijn maar kleine dingetjes, hè? Kleine dingetjes, maar goed. Ja, eigenlijk niet, maar goed. SV13 was Kosovo-crisis. Ja. Dus toen gingen wij met ons voertuig wegen blokkeren om te voorkomen dat militairen vanuit Bosnië richting Kosovo afgingen. Okay. Ja. Zeg maar. Dus dat was ook wel een soort van geweldspectrum waar er kwam kijken. Uiteindelijk niks gebeurd. Het grote verschil was erin dat je SV5 moest je brieven nog nummeren 1, 2, 3, zodat het thuisfront wist of de juiste brief als eerste was aangekomen. Ja. Want als ze brief 2 hadden gehad en brief 4 kwam, dan wisten ze dat brief 3 nog onderweg was. Ja. Dus daar kon ze rekening mee houden. SV13 hadden we al internet. Ja, ja, dat klopt. Toen konden we de auto al uitzoeken op Autotrack voordat we thuis waren, bij wijze van spreken. Was je toen al zo met de technologie? Ik kan me herinneren dat ik dat nog helemaal niet eigen was. En dan zat ik soms te kijken naar mensen en denk ik, hoe doen ze dat? E-mailen? Of, Maar SV5 had je natuurlijk die SATCOM. Nee, die satelliettelefoontjes. Dan kreeg je zo'n kaartje en dan stond daar die welfare-telefoons was welfare dat. En die kon je dan voor $50 kon je een ding kopen. En dan moest je die code intoetsen. En dan met die code kon je dan naar huis bellen. En als je zei, hoi pap, moest je even 3 minuten wachten. En dan zei hij, hoi Patrick. Weet je wel? Dan moest je echt een beetje trainen. En als de uitzending voorbij was, dan snapte je elkaar. Maar dan zag je elkaar op het vliegveld. Ja, ja. SV13 stuurt je een mailtje naar huis. Mooi, je hebt de SV-cyclus heb je eigenlijk helemaal doorlopen. Hè? Want daarna ging het al vrij snel over andere boeg. Volgens mij in die tijd kwam zelfs Irak voorzichtig om de hoek. Met pelotons van 101 tankbataljon, voor het eerst op een op sfeer gingen. Ja. Wat was daarna je volgende uitzending? Afghanistan, TV4, 2007. Ja. En hoeveel jaar zit daar tussen? Daar zit 5 jaar tussen, denk ik, ja. Hoe heb je die 5 jaar, hoe ben je daar in je ontwikkeling gegaan? Nou, er is heel veel gebeurd in die tijd. Het grootste verschil tussen SV5 en SV13 was ook dat ik ondertussen een vriendin had.
Wim alleen. Ik heb toen verkeer gekregen, SVV was ik vrijgezel. Ja. En ondertussen ook iemand thuis zetten, zeg maar. Dus dat is ook wel een verandering in het leven van een militair. Zeker. Ik ben toen, na de uitzending, heb ik nog een jaartje bij 11 Tank gezeten. Ik heb toen besloten om het leger te verlaten. Mijn vader heeft een eigen bedrijf, Huis en Huisbakker in Groesbeek. En ik had mijn hele leven al de droom om bij hem in het bedrijf te gaan werken. Ik werkte al heel veel door de week. Dus moest centje verdienen natuurlijk om uit te gaan. En, maar goed, uiteindelijk heb ik dat maar 5 maanden gedaan. Omdat of het klikte niet helemaal ten opzichte van de droom die we samen hadden. Mm-hmm. Of Defensie roepte mij van je moet nog terugkomen. Eén van de twee. En dat is allebei prima. Dus ik heb uiteindelijk besloten om na die 5 maanden, in 2003 was dat volgens mij, een vrij snelle stap naar de KMS te maken. Mm-hmm. En toen ben ik dus KMS gaan doen in Weert, tot onderofficier. En na die opleiding, ook weer hier in Amersfoort, de functieopleiding voor verkennis, ben ik bij BV terechtgekomen, bij Boreel. Ja. Ja, en vanuit die plaatsing ben ik eigenlijk in 2006 meteen doorgestroomd naar de opwerktraject. Kun je eens kort even zeggen, uitleggen, want BVE, voor ons is dat gesneden koek, maar wat is BVE? Ja, dat is de Brigade Verkenniseenheid. Dat zijn eigenlijk de vooruitgeschoven eenheden van de brigade. Mm-hmm. Ja, en even voor de mensen die niet helemaal into de... Kijk, je hebt natuurlijk een groep, dat is klein. Dan heb je een peloton, dat zijn meerdere groepen. Dan heb je een compagnie of een bataljon, dat zijn meerdere pelotons bij elkaar. Dan heb je al snel over 100, 150 man. Ja. En een brigade, dat is eigenlijk een grote eenheid die zelfstandig echt wel heel veel slagkracht heeft met misschien wel een paar duizend militairen. Met verschillende eenheden. Dat kunnen tanks zijn, kan infanterie zijn, kan genie zijn, alles bij elkaar. En als brigadeverkenner zit je eigenlijk voor die eenheid, soms wel 100 kilometer, waarin jij 5 dagen zelfstandig moet kunnen opereren om eigenlijk informatie op te halen. Van een brug, van wegen, wat doet de vijand, wat vliegt er allemaal, hoe ziet die rivier eruit, zodat de brigadecommandant eigenlijk kan besluiten welke brug hij pakt, et cetera, et cetera. Ja, zodat eigenlijk die hele grote club zo goed mogelijk ingezet kan worden. Dus dat is... Ik zit er weer helemaal in. Ik heb het is eerst dat ik het zo uitleg. Ja, ik vind het heel mooi uitgelegd. Ja, ja, maar dat is, dus dan ben je eigenlijk... ook in oren van... Ja, je zit gewoon in je eentje met je groep. 3 tot 6 personen zit jij vaak onder de grond. Dus 's nachts lopen, overdag kijken. Met je rugzak ben je op pad. En, dus het is heel anders als tanker zijn. Ja. Maar wel een zwarte beret. Dus het cavaleriemuseum hier, dat is mooi. We liepen net naar boven en we zagen heel veel dingen die we al herkenden. Ja, ja, ja. Misschien dat we later nog eventjes een kijkje gaan nemen. Je was dus eerst tanker, bent verkenner geworden. Dan ga je naar de KMS. Ja. Mooie onderofficiersopleiding. Die ik zelf ook doorlopen heb. Hoe was dat voor je? Onderofficier worden? Ja, fantastisch. Ja? Ja? Wat was er fantastisch aan? Ja, het is vakman, leider, instructeur. Kijk, en als ik iets... Ik vind 3 dingen leuk, nog steeds is gewoon... als je iets doet, doe het goed. Hmm. Ja, je wil een vakman zijn in datgene waar je iedere dag voor opstaat. Dan heb je die leider kunnen zijn voor een bepaald doel. Ja. Soms is dat met 2 mensen, soms met 20 mensen, dat doet er niet toe. Dan word je even opgeleid, dan word je echt in geholpen om daar goed in te worden. Ja. Sommige dingen heb je van jezelf al, maar op de KMS helpen ze je echt om... bewust bezig te zijn met het beïnvloeden van gedrag van andere mensen, zodat je als groep zijn een resultaat kunt halen. Ja, een instructeur, voor een groep staan, lesgeven, mensen helpen iets te kunnen, ja, fantastisch. En dat je daar dan fulltime 5, 6 maanden mee bezig mag zijn. Ja. Ja, en je wordt zelf ook af en toe een beetje gekieteld op je mentale component. Ja. Ik heb daar wel een hele mooie tijd gehad. Ja, dat heb ik ook zo ervaren. Ja. Ik had een stukje gelezen van jou, en daar had jij je uitspraak, ik heb het ook maar, doe de juiste dingen. En doe ze juist, dan ben je overal succesvol. Ja. Heb jij dat gezegd? Ja, dat zeg ik nog af en toe. Dat zeg je nu in je... Waar heb je dat gevonden? Ja, die heb ik in een krantartikel teruggevonden. Of van een bedrijf. Maar het gaat erom dat ik hierin wel terug herken wat je nu ook vertelt over die KMS-periode. Ja, ja, ja. Dat je dus, dat je, dus je eigen stof hebt eigen gemaakt. Ja. Die je ook toepast in de praktijk. Ja. Doe je dat ook in je huidige werk? Ja. Ja, 100%. Ja. Kijk, en we zitten hier in het Cavaleriemuseum en het is niet Cavalerie Promo Dag of wat dan ook. Maar ik ben Sietsema opgekomen. Ja. En het credo van Sietsema, door het juiste te doen, vreest geen niemand. Ja. Kijk, en dat juiste doen bepaal jij zelf wat juist is. Ah. Kijk, en als jij zorgt dat jij daarachter staat en zorgt dat je het zo goed mogelijk doet, ja. Ja, dan hoef je nergens
voor te vrezen. Daar, zeg maar. Daar slaat je ook wel een beetje op. Dus doe de juiste dingen en doe ze juist, dan ben je overal succesvol. Denk het wel, ja. Mooi. Ja. Mooi. Afghanistan, Patrick. Ja. Dat was de derde uitzending, hè? Ja. Of is de derde uitzending. Hoe, neem ons even mee. Hoe was het voor jou? Die uitzending? Ja. Ja, hectisch. TV4. Ja, juli 2007, december 2007, Derenwoed. Ja. Eigenlijk vlak nadat de aanslag op Tom Crest, op de Derenwoed Bazaar, dodelijke aanslag is geweest. Vlak daarna zijn wij die kant uit gegaan. Ja. En nou, van begin af aan was het eigenlijk al anders dan dat we hadden verwacht. Ik heb wel eens wat interviews ook van mensen gelezen, ook podcasten, dat ze een soort van, hoe heet het, Jarhead heet die film volgens mij. Dat je zo getraind bent en dan kom je in het gebied en er gebeurt dus helemaal niks. Nou, bij ons was dat precies het omgekeerde, zeg maar. We hebben daar, een van de collega's heeft ook een Excel bijgehouden daar, van onze, ja, of het nou een aanslag was, of onze tics, onze mortier, onze IED's, bermbommen. Ja. Iedere dag gebeurde er wel wat. Mm-hmm. Ik denk dat wij 70% van de dagen hebben wij daar gewoon vijandcontact gehad. Maar, jij zegt eigenlijk, Jarhead, waar ze goed voorbereid zijn en dan komen ze in het gebied en dan gebeurt er niks. Ja. Wil jij hiermee zeggen dat je dus niet geheel voorbereid was? Laten we dat duidelijk zijn. Ja. Nee, wij waren heel goed voorbereid op het hoogste geweldspectrum. Wij zijn toen met 13 luchtmobielen uit Assen, met die club zijn wij die kant uit gegaan. Ja. Nou, de mensen die een beetje zich verdiepen, die weten, die club die heeft een verleden in Irak, in Bosnië. En dat zijn mannen die weten wat er nodig is om op een bepaald niveau te acteren. Mm. Nou, wij zijn er als BVE peloton aangeklikt. Fantastische eenheid, hele mooie mensen waar we echt beter zijn door gaan presteren. En dat bleek achteraf ook nodig te zijn. Want die olievlek die gecreëerd was, wat in het nieuws was, ja, die bleek toch ook wel een beetje een luchtballon te zijn. Wat bedoel je met olievlek? Ik ben er eventjes. Nou, je hebt de Dutch approach waar Tess is over gesproken. Dat was eigenlijk van, nou, als we nou gewoon zorgen dat we een bepaalde plek het rustig hebben. Mm-hmm. Nou, mooi, dat was gecreëerd. En dan gaan we het gebied steeds groter maken. Dus op een gegeven moment was de Nederlandse eenheden misschien wel 20, 30 kilometer om Derenwoed mensen aan het bezoeken. De olievlek, zeg maar. Alleen, wij kwamen er vrij snel achter, onder andere door de aanslag op Tom Crest, dat die olievlek heel groot was geworden, maar dat die kern van die olievlek weer hartstikke vergiftigd was. Ja. Dus wij zijn toen heel proactief weer naar die binnenkant van die olievlek gegaan en toen liep het uit de hand, want dat was niet het plan van de vijand, zou ik maar zeggen. Nee, je zijn de vijand als het ware gaan opzoeken. Wij kwamen elkaar tegen op het gebied waar hun ons liever niet hadden. En nou goed, Moele Omar, geestelijk leider van Taliban, die bleek achteraf in dat gebied te zijn. En wij waren, of Derenwoed omgeving was een soort van safe haven voor de Taliban, om richting Tarinkot, voor mensen wel bekend, Belushi-vallei, of richting Helmond, Helmond is iets anders. Helmond, maar de Canadezen, zeg maar, flink aan het knokken waren. Derenwoed was een rustige omgeving. Ja. En die gingen wij dus verstoren. Met als gevolg dat we daar een hele pittige, bijzondere en unieke periode met elkaar hebben moeten beleven. En ook gewoon slachtoffers hebben gehad, helaas. In twee stuks. Ja. Helaas wel, ja. Ja. Ja, en in die tijd zaten ook meerdere verhalen kruisen in jullie periode. Als je dan ook terugkijkt, en dat blijft natuurlijk altijd. Maar laten we het vooral over hoe jij daar dat beleefd hebt. Want je bent op uitzending, dan gebeuren al die heftige dingen. Je bent onderofficier inmiddels. Mm-hmm. Maar wat doet dat met je? Dat maakt je heel scherp. Dat is wat ik vooral heb bijstaan. En we hadden een hele mooie groep gasten bij elkaar, als peloton zijnde. Maar ik heb ook mijn de Romeo groep, dat is echt mijn bloedbroeders ondertussen, zeg maar. En je hebt er een hele mooie rol in kunnen vervullen als leidinggevende om die gasten dusdanig in het voortraject al naar een niveau te ondersteunen. Ja. Waarin we echt gewoon heel, heel goed zijn geworden. En dan zie je in die uitzending dat je dan leiding mag geven aan die club terwijl je onder zware vuurgevechten zit. Dat je met RPG's bestoken wordt als je met je EPR aan het rijden bent. Dat er dodelijke slachtoffers vallen. Ja, ja, dan kom je jezelf wel heel hard tegen. In positieve zin. Maar uiteraard zit je ook wel eens dan s'avonds naar de sterren te kijken en denk je van, fuck, ga ik nog thuiskomen? Ik heb echt dagen gehad dat ik dacht van, ik ga niet meer thuiskomen. Okay. Ja, dat is wel heel bijzonder als je daarop terugdenkt, dat je je beneer hebt gelegd, dat je gewoon
waarschijnlijk het misschien ook niet kunt gaan redden. Hoe ga je daar mee om? Hoe heb je dat omgebogen? Je bent aan het kijken naar de sterren. Ja. Je hebt die gedachte, hoe sta je dan weer op? Hoe ga je dan weer verder? Hoe... Ik luister muziek. De muziek? Ja, ik luister muziek. En, ja. Ik luister de muziek en ik heb vol overgave alles gegeven als leidinggevende aan de mensen waar ik mee samenwerkte. Kijk, en die combinatie laat je inzien dat je het wel gaat redden met z'n allen. Kijk, en dat sterker is dan dat moment. En ja. Dat is natuurlijk ook een beetje die saamhorigheid en die band die je met elkaar opgebouwd hebt in het voortraject al. Mm-hmm. Ja, dat is wel de beslissende factor of jij als eenheid zijnde net dat verschil kunt maken of dat je zeg maar in je schulp kruipt. Ik hoor iets heel moois. Jij hebt ook die keuze gemaakt toen hè, om zo te gaan werken. Je bent onderofficier. Ik weet ook dat je een erg bedreven man bent, ook in wat je nu doet. Hè, om mensen in positieve zin te beïnvloeden, te motiveren. Heb je dat toen daar geleerd? Of zat dat al in jou? Ik heb daar heel veel geleerd. Ik denk ook dat je heel veel dingen kunt leren die niet in je zitten. Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, de dingen die ik heb geleerd, of de dingen die ik heb, kun je overdragen aan mensen die daarvoor openstaan. Snap je? Dus het is niet per definitie dat je dingen moet hebben. Wat ik in Afghanistan heb gedekt door de extreme situaties, dat ik bepaalde dingen binnen mezelf heb gevonden die ik wellicht nog niet kende. Ja. Kijk, en dat is aan de oppervlakte gekomen. Wow. En dat heb ik zeker meegenomen in alles wat ik op dit moment ook gewoon dagelijks doe. Of dat nou met mijn kids is, of met Marleen, mijn vrouw, of met mijn werk. Dat is gewoon waardevol. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor dat ik dat cadeautje, ja, ze zeggen wel, het was de uitzending voor niks. Ja, er is heel veel moois uitgekomen ook. Ja. En daar ben ik wel dankbaar voor. Ja, het is heel cliché inderdaad. Dat als je een uitzending hebt gedaan, heb je heel veel levenservaring opgedaan. Dan is de vraag, welke ervaring bedoel je dan? Nou haal je iets heel specifieks aan. Mm-hmm. Waar je ook nu in dagelijks leven dus iets aan hebt. Ja. Hoe pas je dat toe? Wat je toen hebt geleerd. Dit soort dingen? Ja. Nou, het is, kijk, je zegt zelf wel, mindset is alles. Mm-hmm. Kijk, dat is ook wat je in het boek waar je over schrijft, dat is heel mooi. En ik leef met het gegeven dat als je iets doet, doe het dan vol overgave of doe het niet. Alles wat je niet vol overgave doet en je stopt ermee, levert zoveel energie en lucht op voor de dingen die je wel belangrijk vindt. Waardoor je uiteindelijk de juiste dingen, dan heb je het weer, naar een hoger niveau kunt tellen. Ja. Kijk, en ik probeer met Sixtar Leadership, of dat nou of als interim manager of met ook privé met de jongens, weet je wel, leef dat gewoon. Mm-hmm. Probeer het altijd te doen. En dat is echt wel iets wat in Afghanistan, het is gewoon mooi. Ik kan het niet anders vertellen. Het is gewoon mooi als je dat op die manier doet. Mm-hmm. En heb ik dan die uitzending voor nodig gehad, onder andere. Jij zei, iedereen, of dat kan je leren. Had jij ook voorbeelden hiervoor? Had jij mensen om je heen die zo waren? Die al het voorbeeld aan je gaven van die drive, die motivatie? Of kwam het echt puur uit jouzelf? Nee. Omdat je op een bepaalde manier dingen ervaart en ook dingen gaat opzoeken, komen dingen ook op je pad. En kijk, ik heb met Erik Brakert, dat was onze commandant in Derrewood. En zo zijn er nog meer mensen, maar dat is iemand die ik ook graag benoem, omdat ik die ontzettend veel respect voor heb. Ja. Ja, dat was een leider. Ja, dat was fantastisch. En die man die was er altijd, die was altijd positief, die was altijd concreet. En die gaf je altijd een knuffel als het nodig was. Ja, die combinatie, dat soort mensen, ja, die vormen wel hoe je bepaalde dingen opneemt ook. Kijk, je bent uiteindelijk ook een spons van wat je omgeving je teruggeeft. Je ziet ook meteen welke voorbeelden je dus niet in je omgeving moet hebben. Ja, kijk, een beetje wat jij nu zegt over een knuffel. En dan zit ik gelijk zo en denk, ja, ik was ook best wel af en toe van, kom op mannen, maar in de harde wereld van het leger, het militair zijn. Nee, maar eerst ook een beetje presteren is gewoon ego. Presteren moet samengaan met soft skills. 100%. Ja. En de soft skill is dus die knuffel geven, maar ook die knuffel incasseren. Mm-hmm.
En presteren is tegen iemand zeggen wat jij denkt, maar ook die ander hoeft daar niks mee te doen. Kijk, en als je dat kunt creëren en je bent als leidinggevende of als leider, in dit geval Erik, en ik denk dat ik zelf ook op die manier heb getracht te functioneren. En dat heb ik denk ik ook goed kunnen doen, gelukkig, met de mensen waar ik mee werkte. Ja. Kun je die combinatie fantastisch maken. Alleen in het dagelijks leven ben je niet in een oorlogssituatie. Nee. Zit je niet met een groepje mensen die allemaal dezelfde manier van leven hebben. Nee. Dus je moet daar in een balans zien te vinden. Vind je dat, toen jij het leger uitging, liep je daar misschien tegenaan? Tegen dat soort zaken? Letterlijk en figuurlijk. Nou, ik liep tegen mezelf wel. Ja. Ja, ik liep tegen mezelf wel. Want je hebt een bepaalde manier. Je bent eigenlijk geconditioneerd in de manier van denken door jouw militaire voorbeelden ook, maar ook hoe je zelf daarin staat. Ja. Kijk, en als je dan de burgermaatschappij inloopt. Ik ben toen in 2008 bij de telefoongids begonnen. Dat was eigenlijk mijn start als in de burgermaatschappij ging advertenties verkopen. Mm-hmm. Ja, voor mij was het heel simpel. Als de baas vraagt, dan doen we het gewoon. Ja. Maar de rest had het over bonussen of over de leaseauto wanneer die afliep. En ik dacht van, mijn jongens, er is toch veel meer. En alleen ik zat mezelf vooral dwars. Want ik hoef niks te vinden hoe anderen in het leven staan. Mm-hmm. Dat doet mij, moet mij niks doen. Je oordeelt niet over andere mensen, bedoel je? Dat is heel moeilijk. Kijk, en zeker in die tijd dat ik, ik zie dat nou ook nog wel steeds bij jongens die het leger uitgaan of willen uitgaan. Kijk, je gaat vaak vergelijken met de burgermaatschappij. Ja. Maar je moet niet vergelijken, je moet dicht bij jezelf blijven. En zeker die eerste paar jaar, nou goed, je komt uit een situatie zoals ik hem omschreef in Afghanistan. Ja, je loopt het bedrijfsleven en ja, je zit vol met oordelen over je nieuwe wereld. Ja. Want zeker als militair, je bent best wel... Het is onbekend, maar het is ook een stukje angst van, goh, pas ik hier wel? En misschien moet ik teruggaan. Je ego zegt van, ga toch terug het leger in, omdat daar ben je goed, daar word je gewaardeerd. Maar het ene, die grootste les is dus om te leren van je nieuwe omgeving. Ja. En ik heb heel veel dingen, wat ik zeg, ik ben dankbaar voor de dingen die ik mee heb gekregen. Ja. Maar ik ben ook dankbaar voor alles wat ik heb moeten afleren zelf, om uiteindelijk ook de jongen en mens te worden wie ik nu ben. Want ik was ook gewoon af en toe wel een botte lul. Ja. Ben je dat nu niet meer? Nee, joh, hartstikke lief nou. Nee, je kunt wel steeds bot zijn, maar kijk, het is toch een proces waar je erheen moet. En het is echt niet zo dat iedere militair eventjes de burger in gaat en dan met zijn verhaal het kan gaan doen. Je hebt ook als mens gewoon weer je daar aan te passen. Ja, ik beaam wat jij zegt, dat je eruit komt dat je dan tegen jezelf aan loopt. Eventjes, een paar jaar. Ik ben coachingsopleiding gaan doen. Ik ben ook in de persoonlijke ontwikkeling gaan kijken. Hoe doe jij dat? Ben jij in die wereld actief? Of ben jij puur op autodidact bezig? Nee, wat geluk dat je dat vraagt. Ik ben bedrijfskunde gaan studeren, omdat ik plotseling leidinggevende, dat lag me wel. Was ik voor opgeleid, had ik ervaring mee, dus ik werd heel snel leidinggevende binnen de telefoongids. Maar ik zat plotseling in boardrooms waar ze over termen spraken die ik niet kende. En toen zei mijn manager van, misschien moet je bedrijfskunde gaan studeren. Dus ik heb toen 4 jaar lang in de weekenden in de boeken gezeten. Ja. Ik ben mijn MBA, of niet, mijn bachelor heb ik gehaald. Maar van binnen klopte het nog niet. Mm-hmm. Dus ik ben toen naar Maleisië gegaan. Ben ik 10 dagen lang in Vipassana meditatieretraite gaan volgen. Bijzonder. En wat is Vipassana? Ja, dat is 10 dagen lang, 16 uur per dag mediteren, zonder oogcontact, zonder spreken, zonder fysiek contact. 2 keer eten per dag, alles vegetarisch en 's avonds water en een citroentje. Mm-hmm. 10 dagen lang. En ik heb daar zoveel geleerd over mezelf, wat er allemaal in mijn hoofd voorbij kwam. Ik heb daar tools gekregen. Je kunt niet in 10 dagen je leven veranderen. Ik heb tools gekregen hoe ik daar mee om moet gaan. En ik ben meteen naar Maleisië doorgereisd naar Los Angeles. Daar heb ik de school van Byron Katie gedaan. En, Byron Katie? Van The Work. Dat is een dame die heeft zichzelf opnieuw uitgevonden terwijl ze zelf in de shit zat, zeg maar. Ja. Heel veel boeken geschreven. The Work van Byron Katie. Moet je eens googlen voor de mensen die dat leuk vinden. Maar daar leer je eigenlijk je gedachten onderzoeken. Zonder te oordelen. Heb je? Want ik zeg van, nou, Ivo, rare gozer. Oké. Dat is mijn gedachte. Zit in jou. Dat zit in mij. En dat gaat die gedachte die geeft mij een bepaald gevoel. Die geeft mij dus een emotie. En die emotie leidt mij tot gedrag. En dat is dan de eikel die we in het begin hadden. Wie dan vanuit zijn gedrag dacht dat. Hmm. Dat komt allemaal vanuit een bepaalde gedachte. Dus die heb ik ook gevolgd. Heel pittig.
De jaar erop ben ik weer naar Maleisië gegaan. Ik heb 3 dagen lang in een moskee in Kuala Lumpur doorbracht. Om daar te leren hoe zij dat beleiden. Ja, dat is iets heel anders dan Afghanistan. Dit is gewoon het mooie van, ook van dit gesprek natuurlijk. Ja. Door een vraag of door een opmerking komen we nu op dit pad terecht. Maar je begon eigenlijk met, ik liep tegen mezelf aan. Nadat ik uit het leger was. Ja. En waar sta je nu dan? Waar sta je nu vandaag? Ik zeg altijd van, je bent over de helft. Over de helft. Maar dat is over 10 jaar nog zo. Daar bedoel ik mee dat je bent altijd bezig om jezelf beter te leren kennen. Kijk, en dat is wel iets wat ik echt geleerd heb door de jaren dat ik wat meer de spirituele hoek ben op gaan zoeken. Ja. Leer jezelf beter kennen. In plaats van dat je het buiten jezelf zoekt op het moment dat dingen niet lopen zoals je zelf wil. Want dan ben je echt krachtig, weet je wel. Jij vindt het fantastisch. Ja. Ja, maar ik geloof er ontzettend in. Ja, ik ook. En kijk, en Marleen, mijn vrouw, die doet dat ook. En die is daar heel erg, ook vanuit haar werk, maar ook vanuit haar passie, heel erg mee bezig. En ja, dan praat je niet meer over anderen. En dan heb je altijd nog wel oordelen natuurlijk. Ja, daar hou je. Maar dat is iets over de helft zijn. Dus ik zeg altijd van, zorg dat je over de helft bent. Ja. Dan ben je met de juiste dingen bezig. Ja. En werk naar dat einde toe. Maar dat einde ga je nooit halen. Want als je de pijp het gaat, ja, kom je erachter dat je er niet eens op de helft was. Weet je wel. Geweldig. Ja, we kunnen niet leren, heb ik geleerd. Nee. In mijn opleiding. Waarom is het nou zo dat veel van ons soort jongens... Kaal worden. Kaal worden, sowieso. Ja. Voor de mensen die de video ook nog zien. Ja. Op dit pad terechtkomen. Hoe kan dat nou? We lopen eerst tegen onszelf aan. Nou, dat is een goede vraag. We hebben al die uitzendingen gedraaid. De shit die je net Ik heb daarover nagedacht en ik heb daar voor mezelf een antwoord voor gevonden. Het werk wat je als militair doet, is heel erg meditatief. Alleen dat weet je op dat moment helemaal niet. Want je bent aan het lopen 's nachts. Je moet heel lang die opdracht vervullen. Dus je gaat zelf op zoek naar manieren hoe jij dat scherp kunt gaan doen. Mm-hmm. Dat is mijn ervaring. Weet je wel, hoe blijf ik erbij? Intern bedoel je? Ik deed al ademhalingsoefeningen zonder dat ik wist wat ademhalen betekende. Maar ik deed dat waarschijnlijk op een manier om wakker te blijven en scherp te blijven. Ja? Maar dan lees je 10 jaar later een boek. Hey, dat deed ik al toen ik in Oorschot zat, in het bos, weet je wel. Kijk, en je gaat dan het leger uit. Je neemt een bak vol ervaring mee. Ja. Alleen dat stukje meditatieve, de tijd nemen om echt tot rust te komen, ja, dat valt in 1 keer weg. Ja. Die 3 weken in het bos in Polen, bij wijze van spreken. Ja. In 1 keer valt dat weg. En ik denk dat mensen die er dan ook voor openstaan en daar bewust mee bezig zijn, uiteindelijk toch weer op zoek gaan om dat stukje te vullen in de vorm van mindfulness, meditatie, yoga, reizen maken, veel gaan wandelen, et cetera, allemaal. En dan kom je toch bij de juiste mensen uit, wie je van vroeger kende, die in dezelfde interesseshoek zitten, zeg maar. Dat zou het kunnen zijn. Dat is mijn verklaring. En ik ben na de uitzending in Afghanistan, ik ben zoveel gaan wandelen. Ja, dat was niet omdat ik plotseling wilde gaan wandelen. Ik hou van wandelen. Maar ik miste ook, ik zat 6 uur per dag in een wachthokje naar een berg te kijken. Mm-hmm. Ja, in 1 keer was ik thuis. Ja. Of ja, ik heb dat moment nodig. Dus ik ging gewoon dat soort dingen doen. En daar is uiteindelijk dan een meditatieretraite in Maleisië een mooie uitvloeisel van. Mooi. Maar ik denk dat er wel wat raakvlakken zijn. Ben je nog steeds daarmee bezig? Dus met die materie, met die spirituele ontwikkeling? Ja, ik wil volgend jaar weer naar Maleisië toe gaan. Ja. Nu even niet met COVID, hupplepup. Ja, en... nou, kijk, een maatje van me is deze week overleden, Dolph, en dat ik toch even benoemd heb. En ik heb met hem ook een heel mooi gesprek gehad, een paar maanden voordat hij overleden is, over de dood, zeg maar. Over leven na de dood, over... En als je dan met zo'n jongen spreekt die weet van, nou, over een paar maanden is mijn leven hier eindigd, dan voel je dat er meer is. Dat voel je gewoon, weet je wel. En ik probeer ook op die manier erin te staan van, ja, weet je wel, alles is energie, alles is mindset. Kijk, en als je... Ik wil daar juist nog meer bewust mee bezig zijn. Ja. Mooi. Ja. Mooi dat je ook over die mindset begint. En ik weet, ja, daar heb ik dan een stukje over geschreven, mm-hmm, in mijn boek. En het raakt me ook dat je nu dan over je maat, je kameraad spreekt, die ik dan... ook wel kennen als wapenbroeder.
En dan zeggen mensen vaak, dat is het leven. Ja, dat is het ook zo. We dienen er wel mee om te gaan. Of dat, we moeten het wel weer incasseren. En met dat incasseren gaan we er weer iets mee doen. Ja. Drie uitzendingen. En wat doe je nu? Nu, ja, wat ik heb ook al wat zei. Ik doe interim management werk voor grote bedrijven. In dit moment is dat iets meer als een jaar voor DPG Media. Dat is eigenlijk het grootste mediabedrijf van Nederland. Bekend van bekende kranten, maar ook van Q-Music en Nu.nl. En ook van de lokale dagbladen. Dat is heel erg leuk. Ik ondersteun daar salesregio's. Met name ook vanuit leiderschap, team performance, ook dingen waar we zojuist over gesproken hebben. Ja. Daarnaast heb ik de Six-Star Leadership podcast. Ben ik eind 2019 begonnen. Hartstikke leuk. Ik heb je ook nog als gast mogen ontvangen. Ja, en nou, dit jaar hebben we een podcast nominatie voor ontvangen. Dus ook wel heel dankbaar en dat groeit en steeds meer luisteraars en mooie gasten. Dus ik krijg heel veel energie van. En Six-Star Leadership als merk, dat is iets wat staat voor het overstijgen van je resultaten. Ik zeg dus van, nou, iedereen heeft zijn eigen startpunt. En als je kunt groeien naar datgene wat je nooit zou verwachten dat je het zou kunnen bereiken, dat is Six-Star Leadership. En ik heb daar mooie programma's en thema's voor om met bedrijven aan de slag te gaan. En die drie, vier dingen doe ik allemaal samen. En ik ben ook nog jeugdcoördinator van Geel Wit, het Haarlem van het voetballen. En ik heb veel tijd met mijn kids. Dus, je woont nu in Haarlem? Ja. Ja. Waarom? Waarom? Goeie vraag. Nee, ben geboren in Nijmegen. Ik heb daarna tot mijn 30ste in Groesbeek gewoond. Mooi Groesbeek tussen de heuvels. En uiteindelijk verhuisd naar Milsbeek. Dorpje aan de andere kant van de heuvels. Net Limburg. Ik heb ook nog eventjes in Limburg gewoond dus. Uiteindelijk dat zoveel werk in de Randstad. We zijn in 2015 met onze jongens zijn we naar Nieuw-Zeeland op vakantie geweest. Rondgereisd in de camper. Zaadje geplant. Van, wat zou het toch vet zijn als we ooit met deze gasten een jaartje, twee jaar ergens heen kunnen gaan. Ja, toen was het denk van, nou, zolang we in Milsbeek wonen, gaan we het huis niet verhuren. Papa dichter bij het werk. Leuke stad bij de zee. En toen kwam halen met de koker. Dus dat is eigenlijk ons nieuwe. Ik zie soms de foto's bij komen, lekker aan het strand. Ja, maar het is fantastisch wonen daar. Ik ga binnenkort, kom ik langs bij je. Ja. Alle zaken die we nu besproken hebben, als je nou mag samenvatten in een aantal zinnen, wat hebben die uitzendingen met je gedaan? Als je... Nou, de uitzending, misschien, ik pak het even, mijn tijd als militair in zijn algemeenheid. Ja. Het leert je ontzettend veel over jezelf, omdat je binnen een groep moet functioneren op momenten waarin er gewoon dingen gebeuren die anders in je leven niet zo snel voor gaan komen. Mm-hmm. Kijk, en als jij daar je ogen voor openzet, heeft mij dat heel veel gebracht. Snap je? Ik ben ooit door mijn wachtmeester op de plek gezet omdat ik geen rekening hield met mijn collega's. Mm-hmm. Maar ik ben ook bedankt voor het leiderschap wat ik heb getoond door de collega's op andere momenten. Nou, dat allemaal tezamen in 12 jaar tijd. Ja, dat is gewoon voor mij heel waardevol. En ik kijk er nog iedere dag. Ik denk niet iedere dag aan mijn tijd als militair. Ja. Maar ik ben wel een paar keer per week bewust van het feit van dat degene wie ik ben voor een heel groot deel is ontstaan uit de periode bij het leger. En dat gun ik iedereen. Ja. Ja? Ja? En als je dan zegt iedereen, bedoel je dan echt iedereen? Ja. Ja, of zijn ik sluit geen mensen uit. Maar nee. Kijk, iedereen die een goede basis wil leggen voor zichzelf, voor de rest van zijn leven. Zeg van, nou, ga eens een paar jaar bij Defensie. Welk wapenvak, et cetera, politie, marechaussee, brandweer, dat soort vakken. Je leert daar gewoon ontzettend goed met jezelf en met je omgeving omgaan. Ik denk dat dat het meest waardevolle is wat je in het leven maar kunt doen. Goed voor jezelf zorgen en dan een doel dienen waar iedereen profijt van kan hebben. Kijk, en, wat zou je mensen die nu luisteren dan als tip, als waardevolle informatie willen meegeven van jezelf? Van mijzelf? Luister naar je gevoel. Ja. Mooi. En niet alleen luisteren, doe er ook iets mee. Actie nemen. Ja. Ja. Actie.